Vrienden van mij die zijn verhuisd. Eentje die is gewoon teruggegaan naar Maastricht. En de andere die is in de kloosterbuur gaan wonen. En het leek me leuk om tussen die twee mensen een lijn te spannen. Een lijn van aan elkaar genaaide stropdassen. Zoals ze lekker lang zijn. En dat natuurlijk een beetje opschieten. Het idee is dus om het kilometerslange lint van stropdassen te leggen tussen kloosterburen en Maastricht. Daarbij wil Van de Ende de hulp inroepen van de dorpen die op de route liggen. De stropdassen moeten in oktober volgend jaar immers binnen één dag Maastricht bereiken. De afstand tussen kloosterburen en Maastricht bedraagt zo ongeveer 364 kilometer. In 1 kilometer gaat er ongeveer zo'n 6000 stropdassen. En dat is dus 6000 keer 364. Dat is 200.000 stropdassen die ik bij elkaar zoek. Om de beoogde 200.000 stropdassen bij elkaar te krijgen is dus nog een lange weg te gaan. Tijd om in actie te komen. En waar kan dat beter dan op het plein in Den Haag? Hey, heeft u een minuutje? Ik wil deze heer vragen. Ja, dus wij dachten, wij gaan even naar... Dit is natuurlijk de plek voor de stropdassen. Stropdassen. Die hem af wil staan. Ja. Nou, deze is nieuw. Dus wat wil ik best doen, maar ik heb ze niet bij. Je hebt geen stropdas om. Wat nee. Kan dat nou? Die gaan we gewoon houden als je het erg vindt. Nee, dat begrijp ik wel. Ja, dankjewel. Nou, gaan we verder kijken. Hey. Deze heren stonden duidelijk niet te springen hun mooie nieuwe stropdassen van de hand te doen. Maar, mocht u stropdassen hebben die u niet gebruikt en die u wilt doneren voor dit project, dan kunt u ze afgeven bij een goede vriendin van mij. Dat is een bloemenzaak op Geest 44 van zuster Clivia. Die neemt ze graag in ontvangst. En daar ga ik iets geweldigs mee doen. Dankjewel. Top.